Jullie hebben net zulke mooie kabouterlaars als ik. Wauw! Jij vindt het ook een beetje spannend. Hallo, ik ben Ella Aarsman. Goedemorgen. Hoi, Carina. Hallo. Ik ben Jasper en Felix. Ja. Je tekenen net als ik, zie je dat? Ik heb ook mooie handen. Zo. En dan hoor jij bij de groep. Kijk, maar even voelen aan de muts. Hoe dat voelt, hoe mooi zacht. Ik heb altijd een. Twee. Oh ja, ja. Oké. Okay. Kijk eens naar mijn handen. Dat is voor kids. Je hebt het stil. Oké, dus dit drie. Ben jij een kabouter? Ja. Geworden, okay. Ik ga even mijn brilletje opzetten hoor, ook zie je me. Zijn jullie bijna klaar voor jongens? Hallo! Ja, ik heb ook een hele mooie pet, zie je dat? Dezelfde kabouterpet als jij. Oh ja, ja. Welkom in de Groene Jonker. Zoals jullie zien is het vandaag rood in de Groene Jonker. Hoeveel moet ik het dus allemaal, heeft iedereen een pet? En daar alle wangetjes rood. Heeft iedereen een ketting een pet? Nou, welkom in ieder geval. In een hele gezellige grote groep. We gaan op pad om de Groene Jonker te bekijken in de herfst. En dat doen we met kabouter Kwebbel. Het gaat uit van IVN. IVN staat voor Instituut voor Natuur, Educatie en Duurzaamheid. En we organiseren allerlei activiteiten, zoals bijvoorbeeld dit, de peutertocht. Nou heb ik gehoord van kabouter Kwebbel dat er iemand jarig is. En wie is dat? Wie is jarig? En hoe heet de jarige? Marlina. Marlina. Vinden jullie het een goed idee om eventjes een liedje te zingen voor Marlina? Ja? Waar gaat ie jongens? Lang zal ze leven, lang zal ze leven, lang zal ze leven in de gloria, in de gloria, in de gloria. Hier begint, hoera! Hier begint, hoera! En dan geven we nu de tussendoor, want iedereen staat te trappelen aan kabouter Kwebbel. En dan gaan we met de tocht beginnen. We gaan op pad, ik heb er zin in. Ik zie dat het eerste kindje, hoe heet jij? Evi. Evi, die heeft het eerste kaboutertje al gevonden, zien jullie dat? En daar hangt wat achter en daar staat op nummer 1. Dus ik ga mijn boek er even bij pakken. En dan ben ik benieuwd wat daarbij staat. Alle kaboutertjes draaien nu in het rond. Laat eens kijken of jullie dat kunnen. Ja! Dat is voor kaboutertjes heel gezond. Alle kaboutertjes steken hun onzichtbare parem vuur omhoog. Wie kan dat? Ja, goed zo. Want als het regent, blijven alle kaboutertjes zo lekker droog. Alle kaboutertjes houden een hand voor hun oor. Ze luisteren goed en kaboutertjes dan voor. Alle kaboutertjes zwaaien met hun handjes. Daardoor gaat het heel hard waaien. Net als de bomen, maar kijk eens, nu staan ze stil. Hè. We hebben geen wind. Dus wij zijn de wind. Kunnen jullie dat ook? Heel hard zwaaien. Ja! Nou, ik zie dat we heel veel kaboutervriendjes hebben. Dus nu gaan we naar de volgende kabouter. Heel mooi. Ja, leuk hè? Ja. Hier ben ik hè, en hier ga ik s'avonds lekker slapen. Dan zoek ik mijn bedje op. Huh? Lekker rustig. En dan ga ik heerlijk hier in het gras. Maak ik een bedje en daar ga ik lekker slapen. Maar wie weet wat er allemaal bij de herfst hoort? Wie kan dat vertellen aan mij? Bladeren. Bladeren, ja. En hoe, wat voor kleur hebben die bladeren dan? Rood. Rood, ja. Geel. En wat nog meer? Bruine blaadjes. Ja, dus de blaadjes krijgen een andere kleur in de herfst. En blijven de blaadjes dan aan de bomen hangen? Nee, dan blijven ze af.
dan waaien ze eraf. Ja, en waarom gaan ze eraf waaien? Dat door de wind. Door de wind, ja. En weet je waarom dat is? Nou, de boom wordt dan een beetje moe. Die hebben heel lang alle blaadjes eten moeten geven en nu is die heel moe en dan wil die uitrusten. Dan laat hij ze vallen en dan komen er straks in de lente allemaal nieuwe blaadjes. Gaan die gelijk houden? Wil je kastanjes zeggen? Ja, dat dacht ik al. Kastanjes, ja! Ik vergeet het vaak. Dan denk ik, het wordt herfst en dan weet ik niet meer wat erbij hoort. En wat nog meer? Wat denken jullie van mooie paddenstoeltjes? Van de kabouters. Juist paddenstoeltjes voor de kabouters. Ja, want ik wil natuurlijk... Ja, ik wil ook bij de paddenstoelen even kijken of daar alles goed gaat. Zal ik op zo'n paddenstoel kunnen zitten? Ja. Kan dat met mijn dikke billen? Ja. Of zegt hij dan krak? Ja. Kennen jullie ook een liedje van de paddenstoel? Ja. Hoe gaat dat? Paddenstoel. Rood met witte slippen, zat kabouter spillen mee. Heen en weer te wippen, krak zei toen de paddenstoel. Met een diepe zucht en zijn beide beentjes vlogen waren in de. Goed zo! Het is herfst. Woe. En dan ga ik even voelen. Zit dat in mijn zak, de herfst? Nee. Nee. Is de herfst binnen? Bij mama en bij papa thuis? Nee. Is de herfst misschien hier buiten? Ja. Ja, hè? Ik hoorde al de blaadjes gaan vallen. De wind giet door de takken. De vogeltjes gaan heel snel hun koffertjes pakken. Ze gaan flink eten en dan gaan ze heel ver vliegen. Gaan we verder, oké? Gaan we weer? Gaan we naar de volgende? Stop maar, Valerie. Goed zo! Oh, is dat hè? Nee. Ja. Waarom heb ik deze? Dat is een goede vraag. Hier vraagt een kaboutertje waarom ik zo'n draadje mee heb. En waar lijkt dit draadje op? Wit. Op een kussen. Op een kussen? Ja, oh, dan kan ik wel lekker liggen. Ja, dat zou fijn zijn en lekker zacht. Maar ik heb dit draadje meegenomen omdat er in de herfst zie ik wel eens spinnetjes hier lopen. Hebben jullie al spinnetjes gezien thuis bij mama? Ja, hebben we. Soms wel, hè? Ik ook. En die spinnetjes die gaan een web maken en dat is heel moeilijk. Dus ik wil jullie vragen of alle kindjes met elkaar misschien eens willen proberen om ook zo'n mooi web te maken. Dus alle kindjes mogen hier even in een rondje gaan staan. Dan mag jij deze kant vasthouden. Zo ja. En dan mag jij hem doorgeven aan een ander kindje. Zo ja. Dus draai je maar vast. Zo ja. Dan mag jij het draadje vasthouden. Mama, zie je mama. En aan een ander kindje geven. Wie wil er nog meer een draadje vasthouden? Ik ga. Jij ook? Ja. Pak hem maar mee. Ja, en dan mag jij hem ook weer aan een ander kindje geven. Dan moet jij jouw stukje weer vasthouden. Goed zo. En wie nog meer? Ik ga. Ga maar doorgeven. Oh, zij wil ook. Kijk, zie je? Dan mag jij die weer vasthouden. Ja, en dan mag jij weer die vastpakken. Ik heb... Zien jullie hoeveel werk dat is? Mag ik het? Heb jij hem? Mag ja, ik hem pak hem maar even. Ja, dan mag jij hem. Zien jullie er al een beetje een spinnenweb in komen, jongens? Ja. Heel goed, kijk eens. Mag jij hem zo goed vasthouden? Wil jij ook meedoen? Pak hem maar. Maar jij wel. Wie wil er nog een spinnenweb maken? Ja, ik ben er wel mee doen. Kom maar, pak hem maar. Jij vindt een beetje spannend met mij. En dan komt hij aan. Helpen jullie allemaal mee zoomen? En dan blijft hij op het draadje plakken. En dan wordt de spin wakker en dan komt hij eraan en dan denkt hij, hop!
Nee, hij gaat hem eerst inpakken. Juist, dat heb je gedaan. Maar dat is een beetje moeilijk voor de kindjes. Maar je hebt gelijk. Hij gaat hem eerst een beetje helemaal erin weppen, hè, heet dat. En dan kan hij hem opeten. Dus zien jullie hoe moeilijk dat is voor de spin? Best wel veel werk, hè? Ja? Hé. Hey. Wat zijn dit? Nee, mama. Dit zijn eikeltjes. Oh, mama, die zijn helemaal voorin. En helemaal voorin, waar we straks naartoe gaan, daar is een eikenboom. En die laat ik jullie straks zien. Maar jullie, als we deze in de grond stoppen, dan komt er hier misschien wel een eikenboom. Ja, natuurlijk mag jij kijken. Ja, van een eikeltje in de grond. Gaan we kijken of de volgende keer hier een eikenboom is. Dit gaat wel. Gaat het goed? Heb je hem goed gesnapt? Ja. Nou, super. Dus een eikeltje. Gaan we in de grond doen. Gaan we kijken of de volgende keer een eikenboompje uitkomt. Zo'n gaatje maken samen? Ik deed nu niet meer. Even kijken hoor. Zo. Oh, jij wil het zelf doen. Dat mag ook natuurlijk. Goed zo. Jongens, jullie hebben net allemaal de eikeltjes geplant. En dat eikeltje dat ging de grond in, zie je dat? Daar komen worteltjes aan. Dan komt er een piepklein blaadje uit. En als het goed is, dan komt er een heel dun boompje. Zie je, het lijkt net een takje. En dan wordt de boom net zo groot als deze twee bomen. Zie je, dat is de eikenboom. Hebben we het allemaal een beetje naar het zin gehad vandaag? Ja. Het was best een hele tocht, hè? He, een heleboel leuke dingetjes gezien. Nou, we hebben in ieder geval nog iets voor jullie zometeen om te drinken. Dan heeft Kabouter Kwebbel voor jullie, kijk eens, cupcakes gemaakt. Jullie hebben vast denk ik wel honger. Dan gaan we even kijken, want ja, er zijn zoveel kindjes. Maar dat we misschien delen, maar in ieder geval krijg je er wat van. En dan, willen jullie dit bijvoorbeeld nog een keertje meemaken in het voorjaar? Of iets anders doen met onze vereniging? Vliegtuig! Ja, vliegtuig! Hoor je hem, ja. Dan krijgen jullie zometeen informatie mee. En dat bestaat uit ons activiteitenboekje. Dus alle activiteiten die we in de natuur nabij doen, dat onze algemene voeren en op deze kaart die in het midden zit, daar staat algemene informatie op. Maar wat belangrijk voor jullie is, is Facebook en de website. De foto's die vandaag zijn gemaakt, die komen begin van deze week hier op te staan. En dan gaan we, want jullie hebben gezien dat er gefilmd is, gaan we film maken van deze excursie, van deze peutertocht. En die komt zo rondom Sinterklaas op de website. En dan krijg je ook een melding op Facebook. Dus hou het even in de gaten. En dan kunnen jullie daarna kijken. Dus deze krijgen jullie allemaal mee. Papa en mama. En dan krijgen jullie nog wat leuks mee. En dat bestaat uit, iedereen krijgt een zakje mee naar huis. En dat is het herfstbeleefzakje. En daar zitten allemaal dingetjes in die je in de herfst vindt. En dan kun je samen met papa en mama eens gaan kijken wat daar nou allemaal in zit. En het ene prikt en het andere is zacht. En het andere kan je leuk mee propelleren. En als je wil weten wat erin zit. Eigenlijk eikel. Eikeltjes ook, heel goed. Ja. Kijk, dan kunnen jullie hier eens met papa en mama kijken. Dit zit er allemaal in. Dus wat is het verschil tussen een tamme en een wilde kastanje? En waar zit die dan in? En die prikt, hè? Deze. Deze prikt. En allerlei verschillende soorten esdoornpropellertjes. Want die zijn er ook allemaal in verschil. Dus dan krijgen jullie allemaal een zakje mee. Je mag de muts mee naar huis nemen. En de kettetjes krijgen we heel graag terug. Gaan we een applausje geven voor Kabouter Kwebbel? Yay. Graag gedaan, lieve kindjes. Graag gedaan. Wat vlokje? Goed twee handjes, Lucy, ons vlokje. Lang gezocht, maar iets voor de helft van de was. Ja, je bent geweldig. Dank je wel, hoor.